Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over de NPN-transistor. De NPN-transistor is een component met drie aansluitingen. Het is een stroomversterker met aan één kant een basisaansluiting, aan de bovenkant een collectoraansluiting en onderaan de emitteraansluiting. Nu, de aansluitingen tussen basis en emitter herkennen we altijd dat aan de basiskant zal altijd zo'n plaatje staan. En aan de emitterkant zal altijd een pijltje aanwezig zijn. Bij een NPN-transistor met dit type dus, wijst het pijltje naar de emitter. Als wij een PNP-transistor gaan bespreken in een ander hoofdstuk, dan zal dat pijltje omgekeerd zijn en zal dat dus naar het plaatje aan de basiskant gaan toewijzen. Zoals in het begin vermeld, is onze transistor een stroomversterker. Bij een NPN-transistor zal er een stroom aan de basis invloeien en die zal versterkt worden naar een stroom in de collector. De collector hebben we dus een stroom die dat gelijk is aan de gelijkstroomversterking, gelijkstroomversterkingsfactor die bepaald wordt door de transistor, maal basisstroom. Ik herhaal, de stroom in de collector zal dus gelijk zijn aan de versterkingsfactor HFE maal de basisstroom. Nu, die HFV, dat is de gelijkstroomversterking van deze transistor. Dat wordt in sommige datasheets ook uitgedrukt als een waarde beta DC. Dus als u niet direct die waarde HFE terugvindt, kan u misschien ook eens gaan zoeken naar beta DC en vindt u dat waarschijnlijk wel terug in de datasheet. Nu, een transistor is een gelijkstroomcomponent. Stroom kan dus maar enkel in één bepaalde richting vloeien. Een stroom die aan de basis ingaat, zal aan de emitter uitkomen, maar zal niet in de andere richting kunnen vloeien. Stroom die aan de collector ingaat, zal aan de collector ingaan en aan de emitter uitkomen, maar niet in de andere richting kunnen vloeien. Met de PNP-transistor zal dat omgekeerd zijn. Nu, die stromen die aan de basis en aan de collector ingaan, die moeten natuurlijk ergens naartoe. De stroom die aan de basis inkomt, zal aan de basis ingaan en aan de emitter uitkomen. Hetzelfde met de collector. De stroom die aan de collector ingaat, zal ook aan de emitter uitkomen. Daarom zal de emitterstroom dus gelijk zijn aan de basisstroom plus de collectorstroom. Nu, de basisstroom en de collectorstroom, die verschillen een heel, heel grote factor van elkaar. Hoeveel? Ja. Die verschillen zoveel als onze versterkingsfactor natuurlijk opdraagt. Dus daarom zeggen we heel vaak dat de emitterstroom ongeveer gelijk is aan onze collectorstroom. Nu, transistor, de stroomversterker, die zal niet zomaar zijn werk gaan doen. Uiteindelijk zullen wij iets in energie moeten betalen om die component in werking te zetten. Nu, we zullen dus iets aan spanning gaan opofferen. We zullen bepaalde spanningsvolgen hebben. En dat hebben we in de eerste plaats tussen de basis en de emitter. Tussen de basis en de emitter hebben wij een spanningsval die dat wij VBE noemen. En over het algemeen is deze gelijk aan 0,7 volt. De exacte waarde die kan u terugvinden in de datasheet van de component. In mijn lessen neem ik altijd aan dat dat 0,7 volt is. Het kan zijn dat collega's dat die andere waarden zullen hanteren. 0,6 volt is een waarde die dat ook heel veel voorkomt bij berekeningen.